En we zijn op Schiphol, jongens. De reis naar Turkije gaat beginnen. We gaan even een soort vlogje maken van deze reis, want dat hebben we al een tijdje niet meer gedaan. Om transporten doen we van alles, dus we dachten we gaan even een nieuwe vlog erin knallen. René is druk aan het werk geweest. Ik heb een broodje die echt mega hard was naar binnen gekaald. Nou ja, nog niet eens helemaal. Dit was zo hard, ik kon niet eens normaal bijten. Dat deed gewoon pijn aan mijn tanden. En nu gaan we naar de gate. En wat ga jij doen? Kom, we gaan. Wat ga je doen? Watersoldaat. Ja, René, die leeft nog niet om 6:30 ochtend. Het is dan 6:30 eigenlijk, dat weet ik. Ja, daarom moeten we ook gaan, want de vliegtuig gaat. Hey, heb je lekker gekakt? Nee, ja. Ik heb mezelf even opgefrist. Nou, kom maar even dan, hè. Nou, ik ga dus weer een tweede haartransplantatie doen. Ik heb er al een keer eentje eerder gedaan in Nederland. En dat is best wel goed gelukt aan de voorkant. Maar, als je het zo ziet, de achterkant en hier tussendoor kan nog wel weer een beetje bij. Dus ook vertellen over je poeder, hè? Ja. Dus ik ben bij Now Hairtime hier in Istanbul. En die gaan de boel fixen. Het is een heel bekend groot bedrijf. Mensen als Chris Bumstead. Misschien kennen jullie die niet, maar dat is best wel een vrij bekende bodybuilder. Die is hier ook geweest. Dus ik heb er een heel goed gevoel bij. Vandaag, we zijn nu onderweg naar het ziekenhuis eerst. Ik ga ze bloed afnemen. Gaan ze kijken van oké, is er een nee gezond? Is hij niet ziek? En als dat allemaal oké is, dan gaan we morgen al beginnen. Dan is het haartjes eraf, haartjes erachter eruit en dan erin. Ik ga nog wel een beetje uitleg geven. Maar we zijn dus eventjes tot en met donderdag. Het is nu maandag, dinsdag, woensdag, donderdag hier in Istanbul. Oh, ze rijden hier wel eens gek, hè? Oh mijn god, ik was even vergeten hoe ze hier rijden op de weg. Maar later gaat René denk ik wel gewoon even uitgebreid vertellen hoe het valt. Nu is het natuurlijk voor ons ook even een beetje kijken wat gaan we doen vandaag. In ieder geval bloed testen. Voor de rest niet zoveel. En dan gaan we straks lekker Turks eten. Ja, 2:00 middags. Gaan we lekker even bloed testen. Een hotelletje chillen. Lekker bloed testen, yeah. Lekker even chillen in het hotelletje. Ik hoop dat we een sauna hebben, wat je ook al zei. Mag vanavond nog in. En? Ik mag heel lang niet trainen. Ik weet niet of ik dat vol ga houden. Nou. Oké, jongens, ik vlog even met mijn telefoontje tussendoor. Maar we zijn dus nu in de gym van het hotel. En we gaan even een trainingetje pakken, want het is ineens de laatste training van vandaag. Ja. Want morgen ga je onder het mes. Als je een haartransplantatie doet, dan mag je dus 30 dagen, ja, 3-4 weken niet trainen of zo. Dus dat is voor mij echt heel kut. Dus nu nog even ervan genieten. Ik ben echt niet vol dan. Best wel een mooie gym ook hier bij het hotel. Warm hier. Ja joh. Ik weet niet wat het is hier in Turkije. Ik zie er ook uit, hè. Maar volgens mij hebben ze hier overal de kachel aanstaan. Want we zaten net in een hotelkamer. Ging de kachel in één keer aan. Het was zo warm. En hier, ik ga even dood. Het is hier zo heet. We gaan nu even lekker naar het zwembad en naar de sauna. Helemaal zin in. Lekker. Oké, jongens, we zijn vandaag bij Now Hairtime en ik moet hier eerst dus even invullen wat ik allemaal heb aan eventuele ziektes. Dat is vragen, dus bijvoorbeeld of ik al iets eerder heb gedaan. Ik heb dus één keer een haartransplantatie al eerder gedaan. Of ik diabetes heb, maar dat heb ik niet. Of ik hartfalen heb, dus we checken heel goed van of er dus dingen zijn. Of je bepaalde medicatie neemt, want als je bloed bijvoorbeeld dun is, dan is het ook lastig om eruit te halen. Of je drinkt of je rookt, nou die dingen. Dus bij mij is het heel veel nee. Dat kan ik zeggen. Volgens mij ben je nu klaar. Ja, we zijn dus opgehaald in een busje. We zijn dus nu bij Now Hairtime in Istanbul. En jij wordt dus opgehaald, gebracht met de transfer naar het hotel. Ja, dat is heel goed. En dan kom je hier. Also here, but I'm not sure because in die bek. Dat is, heb je net gekeken naar je haarlijntje? Ja. Het is er nu wel af, maar nu geen foto's maken toch? We gaan nu een originele haarlijn zetten. En dan gaan we volgens mij foto's maken, video's maken. En ik ben heel benieuwd. Laten we kijken de achterkant. Ja, dat is wel nodig, René. Ja, ze halen dus hier vandaan. En dan komt dus hier. En dan zo een beetje tussenin. En dan hier ook een beetje kale plekjes. Ja. En het is tegenwoordig mogelijk, dus waarom niet, hè? Ja, nou, ik ben van mening dat het ook wel mooi is. Ik heb het vooral gedaan, maar dit wordt alleen nog maar mooier. Dus
sommige mannen die vinden kaal wel kunnen. En ik denk ik ooit ook wel, maar ik ben nu nog jong, 28 tenminste. Ja. Ja. Dus je bent nu nog te jong om kaal te zijn. Als ik 25 ben, dan word ik misschien kaal, maar nu is het nog gewoon, ja, met haar. Dus gaan we naar haar denken. Heel spannend. Wat is je hier? Sorry niet. Wat? Dit hebben we gehad. Ja. Fitness. Nou, je moet wel. Strakke haarlegger. Jij wordt die strakker? Ja. Hij is heel recht. Ik zei zo laag mogelijk en zo recht mogelijk. Maar het kan niet te laag, want dan kom je echt in de spieren van je voorhoofd. En dat is niet, echt niet mooi. Dus ja, dit wordt het beste dan, denk ik, hoop ik. Oké, dit is het moment dat we René zijn haar gaan afschieten. En ik mag het doen, toch? Ja, jij mag het wel doen. Kijk het. Oh, even uitzoomen in je hoofd. Ja, ik ga het eraf scheren. Dat kleine beetje haar wat er nog op zit, gaan we er nu afhalen, jongens. Oké, dit is het moment van de waarheid, jongens. Ga ik zo eens mijn eigen haar afscheren? Oké. We gaan een afwisselstreep maken, hè? Hoe moet ik dit doen eigenlijk, zo? Nou, gewoon scheren, toch? Oh, ik vind het heel kut. Ik durf niet, ik durf niet. Let's go. Best mooi. Oh, wat erg. Oh, denk ik ja. Nou jongens, over een paar maanden het resultaat. Dit is de nieuwe haarlijn. En we gaan het zien. Oh, dit is zo zielig. Je lijkt nu wel af en toe. Dit staat best goed. Oké. Oh, erg. Oh. Oké, guys, ik ben dus net alleen uit eten geweest. Want René die is nu zijn haartransplantatie aan het doen. En ik moet zeggen, dit is de allereerste keer dat ik alleen uit eten ben geweest. En ik vond het zo eng. Ik zat daar en ik wist niet wat ik moest doen. Nou ja, dan ga je een beetje op de telefoon zitten, maar je probeert het ook niet te doen ofzo. Maar het is echt heel erg awkward. En ik heb het eigenlijk nooit dat ik awkward ben of dat ik iets eng vind ofzo. Maar dit ging echt maximaal uit mijn comfortzone. En nu ben ik dus een koffietje gaan halen bij de Starbucks hier in Turkije. En een taartje als toetje. Nu heb ik een boek meegenomen en ik ga het gewoon nog een keer proberen. Dat is wat relaxter, maar wie heeft het ook? Wie heeft ook wel eens een keer zelf iets gegeten of alleen gedronken ergens? Of vind je het ook in? Deel me alsjeblieft je ervaringen, want dit was echt fijn. Hey, goedemorgen. Oh, zielig hè. Mm-hmm. Ik heb gisteren niet meer gefilmd toen je terugkwam met mijn camera, maar dit is nu een beetje de status hoe René erbij ligt. Echt zielig. Hij moet dus slapen met een nekkussentje. Die heeft hij hier heel onder. Kijk, dat wil je zien. Want je mag namelijk niet met dit. Ja. Dit mag er niet op. Na 3 dagen zitten de haartjes vast. Dit is het donorgebied. Er zit een verband omheen. Ja, het donorgebied is het gebied waar ze de haartjes uit hebben gehaald. Ze hebben echt voor een strakke lijn en overal hebben ze wat geplaatst. Kun je het zien? Tuurlijk. Het donker is waar de haartjes geplaatst zijn. Dus daar is het meeste geplaatst. Dan heb je daar bovenop zijn haartjes geplaatst. Achter ook wel veel, toch? Nou, dit is dan zeg maar... Wacht, ik loop even om. Ik ga het straks nog wel eventjes goed laten zien in het daglicht, hoor. Maar dit is dan de achterkant, de robotkop. En dan zijn daar ook nog allemaal haartjes geplaatst. Maar ik laat het straks nog wel even in het daglicht zien. Maar heb je wel een beetje kunnen slapen, of niet? Nou, heel stiekem had ik van mijn moeder nog die spam. Dus die heb ik genomen. Nou, als ze die niet hebben, ben je wel fucked, denk ik. Ja. Maar ik heb wel geslapen, daarom ben ik ook nog moe. Maar zou je die niet krijgen als je daar ook om vraagt of zo? Als je ze hier in Turkije vraagt, kun je ze krijgen in Nederland niet. Nee. Nou, gelukkig hopelijk vanavond een betere nacht. Zometeen even lekker wat ontbijten. Ja, ik zal ook nog later wat meer vertellen over Now Hair Time. Waarom ben ik daar geweest? Ja, en een beetje over het proces, want dat hebben we natuurlijk niet zoveel gedaan. Ik kan niet tegenaan. Oh shit. Oh, fijne Vadersdag, hè? Ja. Het is vandaag 15 februari. Hello, you. Hoe lang zijn we al samen? 8e Valentijn. 8e hier. 8e Valentijn is echt veel. Forever to the moon and back. Nou, ik ga me even klaarmaken. En dan gaan we zo even lekker een beetje ontbijten. We zitten trouwens in het Movenpick Hotel. Zo heet het. Movenpick. Movenpick.
Move, Picky! Daar zitten we dus nu. We hebben ontbijt erbij. En... wow, mijn stem was echt heel erg raar. Misschien kan ik zo een stukje van ontbijt filmen. Dan weten jullie ook een beetje hoe dit hotel eruit ziet. Het is in ieder geval mega groot. En volgens mij, ik zag hier ook een busje van Now Hair Time steeds voor. Gaan meerdere mensen die bij Now Hair Time zitten in dit hotel. Dus mocht je dat, ja, deze haartransplantatie willen doen bij Now Hair Time bijvoorbeeld, dan weet je ook hoe het hotel eruit ziet. Dus. Ja, maar ik denk zonder... Kijk, natuurlijk heb ik een samenwerking met ze, daar ga ik niet over liegen. Maar Dusty had er bijvoorbeeld ook een samenwerking mee, die kennen jullie misschien. Maatje van me, Twan, is zijn vriend. En die vindt ze ook influencer, maar ook hele bekende mensen als C-Bump, Chris Bumstead, een hele bekende bokser. Greg Doucette, allemaal uit Amerika, hebben er ook een samenwerking mee. Maar ik denk oprecht dat het wel een van de betere klinieken is. Want als je ziet dat de resultaten, is echt bizar. Kijk maar eens op hun Insta. Ze krijgen, ja, ik vind het mooi, de rechte haarlijn. Je mag ook in zo'n veetje doen of andersom als je wil. Ja, tuurlijk. Het is maar net wat je zelf wil. Jij maar vindt het is recht echt hele mooie resultaten, hoor. Echt bizar. Ja, ik ben ook echt mega benieuwd hoe je haar gaat worden. Maar ja, ik vroeg het je gisteren en toen was je een beetje kapot. Maar hoe lang duurt het voordat je haar een beetje gaat groeien dan? Nou, ik heb het natuurlijk één keer eerder gedaan. En toen was het september. En toen hadden we oktober, november en met december foto's maken. Had ik al best wel weer wat haartjes. Dus dat was drie maanden. Ja. Dus januari, februari, 5 maanden had ik echt wel... En pas na een jaar zie je echt haar, maar ik verwacht dat ik binnen, dat is nu februari, dat ik in de zomer het mannetje ben. In de zomer maar het ben is zo'n proces, paar kilo. Het is zo'n proces. Eens worden ze straks lang, dan vallen ze uit en komen ze weer terug. Doei, ik ga even klaarmaken. We zijn nu even aangekomen bij het ontbijt. Ja, René die heeft zelf geen slipper meer. Nee, wat hem begon nou hairtime nog aan. Hij heeft niet gedoucht, hij heeft de slippers van het hotel aan die veel te klein zijn. Maar hij leeft nog. Hij gaat even lekker wat proberen te eten. Can we have you lean back and look up to start your medical care? What the hell was that? Oh, dat is wel heftig, hè? Change your poses, you can show us your hair. René moet even pauzeren voor mijn hair. You can look at the camera through the mirror. I'm here in Turkey, Istanbul, at Now Hair Time. I get 3000 crafts and I'm very, very happy with it. Oké, vandaag zijn we dus weer bij de kliniek en het is dag 1 na de operatie. Ze hebben net al mijn verband eraf gehaald en moet je zien, het ziet er best wel goed uit. Ja, ik heb dus net echt van alles gefilmd, het wasproces en weet ik veel het allemaal. Zijn die beelden weer in slow-mo niet te doen? Dus ik doe even wat normale beelden tussendoor. Ja, maar dat geeft niet. Wat ze dus vandaag hebben gedaan is een beetje met water gewassen. Het voelde heel lekker koud. En desinfectiespray deden ze ook. Desinfectiespray. Ze hebben me verteld dat ik allemaal niet mag doen. 30 dagen niet trainen, 3 maanden niet knippen en scheren. Ja, geen haarproducten, 6 maanden lang. Geen haarproducten gebruiken, 6 maanden. Ik heb natuurlijk ook bepaalde medicatie. Wat was het nog meer? Wat mocht ik allemaal wel? Ja, dat niet. Zonnebank niet. Niet in de zon. Ja, als je naar buiten gaat met regen, moet je een paraplu voor de zekerheid. Ja. En sommige dingen mochten dus na 10 dagen weer. Ja. Maar al met al na zo'n 10 dagen kun je wel weer regelen. Ja, en je mag eigenlijk naar 20 dagen sporten. Na 20 dagen inderdaad sporten. Maar goed, het is voor nu gewoon heel voorzichtig doen. En ik moet dus niet te veel voor over zitten, maar een beetje achterover. Want hier zit dat vocht. En je ziet het al een beetje gaan. Wacht, ik laat zien van de zijkant. Dan zie je het ook echt. Kijk, je ziet echt ineens voorhoofd dat je allemaal vocht hebt. Ja. En kijk, al die donkere puntjes eigenlijk, waar dus een beetje bloed zit in die donkere puntjes. Daar zijn dus haren geplaatst. Dus hier zijn haren geplaatst, zo aan de achterkant, aan de voorkant. En dit is het donorgebied. Daar zijn alle haren uitgehaald. Ja. Kun je één keer zo op deze kant draaien? Dan kan ik het even goed laten zien, kijk. Nou ja, je ziet natuurlijk allemaal nog van die puntbloedjes. Dit is trouwens heel gek. Er zit één zo'n lijn waar getekend is. Dat is een randje, daar zitten nog haren. Daar is het niet afgehaald. Nee, het is te lijkt net alsof er een stukje van je hoofd afgehaald is. Ja, maar goed. Dus vandaag dag 2 goed behandeld weer. Informatie gekregen. En eigenlijk is alles al duidelijk. En wat moet je morgen doen? Morgen echt nog een keer wassen. En dan vliegen we weer naar huis en dan zit het erop. Yes! We zijn weer aangekomen in het hotel. En ik zou jullie nog even een beetje het hotel laten zien. Dit is dus bij binnenkomst. Het is echt net als zo'n film, weet je wel. Nou, hier is een reetje en dan gaat het echt heel erg omhoog. Very nice, very good. Mooi hotel, ja. Ja.
Ja, nou is het wel. Je lijkt wel een dolfijn. Oh ja, het zakt naar beneden. Ik zie het ook. Je ziet het ook zo goed op de camera. Ja, oh, maar dit is gewoon, dit hoort erbij, jongens. Dit hoort bij als je een herfluis met deze gaat doen. Kijk eens in de camera. Ja, sorry, ik kan ook niet anders dan lachen hierop. Nee, jongen. Sesam, open nu. Hoe is de achterkant dan? Is dat ook zo? Nee, dat niet. Het zag echt op de voorhoofd. Dit is trouwens de outfit of the day. Alles is om daar. Nou, liefie, ga jij maar even lekker chillen? Ja. Dan ga ik even lekker eten. Kijk maar hoofd, man. Ja. Oh. Fucked up. Ja, je lijkt echt zo'n alien. Moet ik iets voor je meenemen eten of zo? Nee. Hoezo niet? Ik heb geen honger. Moet iemand deze? Nee, ik heb ziek, hè? Ik hoef even niks. Oh, jij bent ook ziek, hè? Zo zielig, hè? Ja. Ja. Lekker chillen. Ga maar lekker serietje kijken of zo. Dan kom ik zo terug. Tot zo. Ik wou jullie even mededelen dat het een even beter is. Hij is weer aan het vreten aan de Turkish Delight. Cadeautje van No Hairtime. En hoe smaakt het? Mm. Heerlijke peerlijk. Kijk wat het is. Mm. Mag ik deze alleen nog even proeven? Nou, nu maar mee M&M's. Waar vind je hem even sorry bij? Ja, dat is nog heel klaar mee. Oh, maar jou zeggen. Oh, ik zie het maar weer. Gaat maar. Nou, morgen gaan we naar huis, hè. Wat ga je morgen ook weer doen met je haar? Wassen. Wassen. Morgenochtend, voordat we gaan, neem ik even nog een videootje op met wat meer info. En even wat ik nog gekregen heb. Ik heb echt allemaal shit gekregen. Ja. Waarmee ik moet verzorgen en zo. En ik kan morgen een Q&A online. Oké. Okay. Op Insta. Leuk. Dan ga ik op de airport dan een beetje wandelen. Nou, is goed. Wel trusten voor nu dan, hè? Trusten. Nou, zit ze hoor. Lekker in het bubbelbad. Nou ja, ja, bubbelbad. En ik mag er niet in. Hij is heel warm. Ik mag niet in de sauna. Ik mag niet sporten. Ik mag niet in het bubbelbad. Echt super jammer. Maar ik geniet extra voor jou, hoor. Geniet je extra voor mij? Oké. Okay. Nou, doe dat maar dan. Oké, okay, jongens, het is vandaag de 8e dag. Nee, dat lieg ik. Het is vandaag 8, 9, 10 dagen. 11 dagen na mijn haartransplantatie. Nou, zoals jullie zien is het flink aan het helen, aan het irriteren. Het is ook echt super jeukend op dit moment. Ze hebben dus hier geplaatst, best wel veel. Hier tussendoor allemaal en ook achterop. Nou, op dit moment zie je nog niet zoveel. Dat moet eerst echt eventjes wachten. Het duurt zo'n 3 tot 4 maanden voordat je het echt mooi ziet. En het is ook zo dat deze kleine haartjes die je hier dus ziet, die gaan dus straks ook allemaal uitvallen. En hier zijn er al een paar uitgevallen. En dan vanuit die wortel, ja, die blijven dan zitten, zeg maar. Dus die wortel blijft zitten en dan vanaf daar groeit het. Dus het is op dit moment super jeukend. Ik mag eigenlijk niet trainen. Maar ik ben heel lichtjes weer een beetje begonnen. Gewoon zorg dat ik niet echt zweet, niet veel druk erop. En ik ga jullie even laten zien wat ik heb gekregen. Ik heb namelijk een heel pakket gekregen van No Hairtime. Dat krijg je niet bij alle klinieken, bij hun wel. Het is echt een half jaar pakket met van alles wat je kan gebruiken en moet gebruiken om het, ja, zo goed mogelijk te laten verlopen. Dus ik ga het even laten zien. Nou, dat is dit pakket. Een 6 maanden hair care set after hair transplantation. En dan staat hier precies op wanneer ik wat moet gebruiken. En hier heb ik een hele uitleg over de eerste dagen. Na 2 weken, na 2 maanden, na 3 maanden, etc. Dus echt helemaal uitgelegd wat je moet doen. Nou, hoe gaat het nou als je daar naartoe gaat? Eerste dag is dan bloedtesten. Hier staat operatiedag, maar dan is de tweede dag is operatiedag. De derde dag is eventjes schoonmaken en dan de vierde dag is nog een keer schoonmaken en dan ga je weg, dan ga je weer naar huis. Je moet ook een bloedtest doen. Nou, dit is mijn bloedtest, alles was gewoon goed. Niks aan de hand. Dus ik kon gewoon gezond en wel de haartransplantatie doen.
En dit is dus die haircare set. Maar er zijn al wat dingetjes uit, want ik ben al wat dingetjes aan het gebruiken. Shampoo, allemaal speciale shampoo. Super chill trouwens. Dit is een soort van haircare serum. En dan moet je dan dit dingetje op doen. En dan moet je dat daar ook... Ja, moet je hoofd ook in spray. Dit is ook weer een soort van spray. Nou ja, goed, je ziet het. Het is van alles wat. Olietje. Dus ja, ik vergeet ook telkens wanneer ik wat moet doen. Dus dan kijk ik weer terug op dit blaadje. En dan staat er precies... Ja, wanneer ik wat moet doen. Maar ik heb vandaag wel zelf extra Bepanthen gekocht. Want zoals jullie natuurlijk net al zagen, ben ik best wel een beetje ja, geïrriteerd. En het leek mij heel prettig om daar een beetje Bepanthen op te doen. En ik zag dus ook dat sommige klinieken wel aanraden om dat te doen. Dus ik ga het gewoon doen. Daarbij zegt mijn kliniek 30 dagen niet trainen. Maar je hebt ook klinieken die zeggen 1 week of 2 weken niet trainen. Dus ik heb een beetje mijn eigen draai eraan gegeven. Ik heb gezegd, ik ga na 1 week ga ik weer rustig aan beginnen met trainen. En dan na 2 weken ga ik weer trainen zoals ik deed. Daarbij horen jullie misschien aan, maar ik ben een beetje verkouden. Een beetje ziekjes ook de afgelopen dagen. Dus ik heb sowieso niet heel veel gedaan qua training. Maar dat is een beetje ja, hoe het er nu voor staat. Dus voor nu is het rustig aan doen met trainen. Niet te veel eraan zitten, ondanks dat het jeukt. Goed verzorgen met de oliën, de shampoos, de Bepanthen zalf. En dan is het over ja, zo'n 3 maanden, 4 maanden. Dan begint het echt weer terug te komen. En dan hoop ik weer een mooi bosje haar te hebben. Bij deze sluit ik de vlog af. Thanks voor het kijken. En ik hoop dat jullie wat aan informatie hebben gehad omtrent de haartransplantatie. Wil jij dat nou ook, een haartransplantatie? En heb je er vragen over? Dan mag je mij op Instagram, René Spoelstra, best even een vraag stellen in mijn DM. En dan kan ik kijken of ik jou kan helpen. Dus een heel fijn, ja, een hele fijne week, fijn weekend, fijne dag, weet ik veel. En tot de volgende keer.